Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Vibra shoplog voor jullie. Ik ben een paar weken geleden naar de Vibra geweest. Het was voor mij alweer een tijdje geleden, want ik kom niet zo heel vaak bij de Vibra, omdat ik hem hier ook niet in het centrum heb zitten. En ik moet er net spontaan een keer langskomen. Maar dit keer had ik een uitje naar de Vibra gepland. Het was een Vibra waar ik nog nooit was geweest, dus ik was wel heel erg benieuwd en ik vond het echt een hele mooie Vibra. Ik was echt heel erg verrast over de indelingen, hij was heel netjes, ik vond het echt super leuk. Dus ik heb daar weer een aantal producten gekocht en ik ga je laten zien wat ik dit keer heb gekocht bij de Vibra. Ik weet eigenlijk niet of ik al eerder een shoplog van de Vibra op mijn kanaal heb gedaan. Maar goed, ik ga je in ieder geval de producten laten zien die ik daar heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer gewoon in beeld neerzetten. Dus laten we dan gewoon beginnen. Ik begin met eigenlijk een heel basic item en dat is een lepelhouder. En dat is deze. Ik was hier al heel erg lang naar op zoek, want ik vind het dus heel erg handig als je dus aan het koken bent, dat je dan je lepel eigenlijk op iets neer kunt leggen. Want ik leg hem altijd op het aardig neer, dan heb ik gelijk weer van die hele vette plekken. En het was zo raar dat ik hier zo lang naar op zoek ben geweest. Ik heb bij de Action gekeken. Ik heb echt bij heel veel winkels gekeken en ik kwam ze nergens tegen. Nu liep ik bij de Vibra, kwam ik hem heel spontaan tegen. Je had hem in twee kleuren. Je had hem ook in een beetje een groen kleurtje hier op de achterkant. Maar ik heb gekozen voor een grijze. Maar hier ben ik heel blij mee. Want nu als ik dan aan het koken ben, kan ik lekker die lepel erop leggen. En je kunt hem heel makkelijk afwassen, want het is een soort rubber. Dus je kunt hem ook gewoon even heel makkelijk in een sopje gooien. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik kan hem ook mooi ophangen, dus dat is mijn allereerste aankoopje waar ik heel gelukkig van werd. Dan heb ik iets heel basics en dat is een stofferset. Ik vind het toch wel eens makkelijk om met, als je hele kleine hoekjes hebt, kom ik er ook niet altijd bij met de stofzuiger of met de plumeau. Bijvoorbeeld achter je verwarming of zo, daar kom je niet zo makkelijk tussen. En dan kun je dus met zo'n stoffer kun je daar heel makkelijk tussen komen. Je krijgt hier een houder en vier microvezelstoffers bij, die je er gewoon heel makkelijk aan kan klikken. En het is natuurlijk niet, het vervangt niet het normale stoffen, want ik gebruik veel mijn plumo of een stofdoekje. Maar gewoon even voor de moeilijk bereikbare plekjes vind ik dit wel heel erg handig. Dus die heb ik ook mooi meegenomen, want die kwam ik ook heel spontaan tegen. Dan heb ik een stickerdoos. Ja, ik had een stekkerdoos nodig, want die was ik eigenlijk vergeten bij de Action. En toen hadden ze er bij de Vibra gelukkig ook. Dit is er eentje van 1,5 meter. Er kunnen 6 stekkers in en ik werk heel veel met van die stekkerdozen, omdat het probleem is dat ik niet zo heel veel stopcontacten heb. En ik vind het ideaal dat hier zo'n aan- en uitknop op zit. Dus je kunt hem gewoon aan- en uit doen. Straks met de kerst heb ik dat ook weer nodig, want ja, dan heb je gewoon van die stekkerdozen weer nodig voor je verlichting en zo. Dus die heb ik ook mooi meegenomen. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Dan heb ik ook pannenlappen gekocht. Ik heb nu één setje pannenlappen. Dat vond ik toch wel weinig. Want als je ze een keer wilt wassen en je moet daarna weer koken, dan denk je, shit, hoe ga ik nou mijn groentes afgieten? Ik heb 2 rode. Het zijn wel andere pannenlappen als die ik heb. Ik heb nu van die pannenlappen, daar kun je je handen zo instoppen. Dus ik moet het nu even op een andere manier doen met afgieten. Maar ja, ik vond deze wel heel erg leuk. Ze hadden meerdere kleurtjes. Ze hadden ze ook eigenlijk niet waar je je handen in kon stoppen. En dat vind ik zelf wel heel handig. Maar goed, deze waren ook helemaal goed. Dus nou, daar ben ik ook wel heel blij mee. Dan heb ik een Sinterklaas cadeautje gekocht voor mijn moeder en dat is dit egeltje. Mijn moeder houdt van egels en ik zag deze en ik dacht, oh, dat is een perfect cadeautje voor Sinterklaas. Wij vieren niet echt Sinterklaas heel uitgebreid. We doen voor elkaar een cadeautje, maar het is niet dat we het bij elkaar gaan vieren. Maar ik vond deze zo leuk voor mijn moeder. Ik dacht, ja, die moet ik meenemen. En ja, die kan ze gewoon leuk neerzetten. Ja, het was een egel en als ik een egel zie, denk ik aan mijn moeder. Dus ik denk, nou, die moet mooi mee voor Sinterklaas. Dan heb ik nog zoiets heel erg handigs gekocht. En dit is een tafelorganizer. En hierin kun je dus je
afstandsbedieningen zetten. Ik heb 3 afstandsbedieningen. Ja, eigenlijk 4. Maar dat kleintje ligt bij mijn Apple TV. En het gebeurt hier nog wel eens dat de katten op mijn afstandsbediening drukken. Of op het. Ik heb ook zo'n afstandsbediening voor mijn lampjes. Als ik daarop druk, gaan alle lampjes aan. Ik heb dus laatst een keer gehad, toen kwam ik in de woonkamer, hadden ze op al die knopjes lopen drukken en stonden alle lampjes aan. Dus ik dacht, nou, hoe handig is deze organizer? Dan kan ik mooi mijn afstandsbediening inzetten. Dat hebben ze hier trouwens ook gedaan op het plaatje, maar ik denk dat dat heel moeilijk zichtbaar is voor jullie. Ik had deze in 2 kleuren, maar ik vond zwart dan toch het leukste. Vond ik dan toch weer beter bij het interieur passen. Dus ik heb mooi deze zwarte meegenomen. En kunnen we mooi weer gaan organiseren. Want daar hou ik wel van. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Om die te gaan gebruiken. Even kijken hoor. Dan ben ik ook gelijk alweer toe aan het laatste item. Ik heb niet heel veel meegenomen. En dat is dit jurkje. Kijk, het is een jurk. Een blousejurk. Ik zal hem even aandoen voor de aanbeelden, zodat je een beetje ziet hoe het staat. Ik heb deze in een S'je gekocht. Ik vond deze zo leuk met de ceintuur. Je kunt hem heel erg leuk combineren. Dus ja, ik vond deze gewoon super leuk. Dus deze moest mee. Maar ik zal hem dus eventjes aantrekken, zodat je kan zien hoe die ook daadwerkelijk staat. Dit is dan het jurkje. Je kunt hem zelf heel leuk maken. Er zit dus helemaal tot beneden met knoopjes, zodat je hem strikt met het ceintuur. Ik heb er overigens gewoon een broekje onder, mocht je iets eronder uit zien komen. Als je kunt zien, zit hij dus vrij lang, maar doordat je hem dus een beetje open maakt, is het gewoon gelijk een speelser effect. Het is heel erg leuk gewoon met een legging of een maillot eronder. Dan waren dit alweer alle aankoopjes van de Vibra. Het waren er dus niet zo heel erg veel, maar ja, eigenlijk wel dingetjes die ik echt nodig had. Ik was zo verbaasd dat ik dus echt die lepelhouder tegenkwam, maar ook die organizer voor je afstandsbedieningen. Daar ben ik heel blij mee. Dus ja, ik ben zelf heel blij met de aankoopjes. Het zijn ook eigenlijk geen onnozele aankoopjes. Dat is ook wel heel fijn. Dus ik ben heel blij dat ik deze spulletjes nu lekker kan gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij zelf een persoon bent die graag bij de Vibra komt. Of dat je het wel eens leuk vindt om daar te snuffelen. Of dat je er misschien nog nooit geweest bent. Laat het zeker even weten in de comments. Ja, ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezichten drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een button en als je die aanklikt, kan je ook gratis abonneren. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je gewoon eigenlijk bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!